Goedemiddag lieve mensen, ik hoop dat jullie me nu wel kunnen horen. Als het goed is wel, de microfoon geeft gewoon geluid. Gisteren deed hij helaas moeilijk in het begin, maar dat is nu gefixt. Oh, dank jullie wel voor al jullie likes. Thank you. Noekmaal tickets. Ik heb echt geen idee wat ik met al die noekmaal punten moet doen. Jee, mooi dat ik te horen ben. Dit gaat wel even een tijdje duren. En hoe is het met jullie? Genieten jullie allemaal van deze heerlijke dag? Ik heb echt genoeg spullen liggen voor jullie, lieve mensen. Dus je mag er 3 uitzoeken. Ja, goed lopen. Ik heb echt super veel spullen liggen en het regent weer bij mij. Helaas. Pindakaas. Oh, dankjewel voor je like. Ja, je mag 3 spullen pakken. En ik ben verbrand volgens mij. En wie heeft er interesse? Wie wilt al die spullen? En ik ga ook nogmaal tickets weggeven. Dus voor de mensen die graag langs willen komen. Even kijken hoor. Chantal, ik zal je een privébericht sturen. Als het goed is heb je nu de dode code, Chantal. Nee, de verkeerde. Een hele goede middag, Chantal Klinders. Wat zijn er veel, Chantal, dit keer? Je hoeft niet al een keer na te zeggen, schat. Hallo Mienke, ik heb jou ook al de code gestuurd. Ik zou ook graag willen komen. Ik gooi ook een privébericht naar jou. En als ik een melding krijg dat er iemand langs wil komen, dan zal ik hem afsluiten. Oh, dankjewel voor je like. Ik doe de dode code gewoon via privébericht. Als het goed is hebben we nu 5 à 6 mensen hem.
Dus ik wacht eerst even voordat die mensen komen. En ik blijf gewoon nog even een normaal ticket halen. En als ik melding krijg dat er iemand naar mijn eiland komt, dan zal ik hem natuurlijk sluiten. Altijd handig die Nookmap tickets, toch? Nee. Dankjewel voor je like. Dankjewel voor je follow. Een paar mensen die hebben de code nu. En als het goed is kunnen ze binnenkomen. Dus ik wacht nog even voordat de mensen zijn geweest. Voordat ik de dode code nog meer share. En ik weet niet meer aan wie ik nou allemaal de dode code heb gegeven. Je mag, als je op mijn eiland bent, dan krijg je, mag je 3 spullen van mijn eiland pakken. Afblijven alsjeblieft van mijn bloemen. Want ik ben met mijn eiland bezig. Dus er staan nu echt superveel bloemen op het strand. Maar die zijn niet om mee te nemen. Dus graag 3 spullen pakken. En dan krijg je ook een Nookmap ticket van mij. Ik ben alweer aan het werk. Oh, Jill. Succes met werken, Jill. Alles goed met je. Ja, Oksana. Het gaat hartstikke goed met mij. Het is echt heerlijk weer buiten. En ik ben lekker aan het streamen. Want in de zon, daar verbrand ik echt heel snel. En tuurlijk kan ik wat apart voor je houden, Jill. Geen probleem. Nog even mijn zak liggen. Is helemaal goed, Minka. Je mag 3 spullen pakken. En als er dan iemand op een eiland is, dan geef ik je ook een Nookmap ticket. Kikaboe, gezellig dat je hier bent. Hoe is het met jou? Zo, de eerste persoon komt naar me toe. Ik ben echt benieuwd wie het is. Met mij is het ook heel erg goed. Lekker bezig geweest vanochtend. En dankjewel voor je like. Je mag 3 spullen pakken van mijn eiland. En kom naar mijn toren, geef ik je een Nookmap ticket. Zo schattig. En er is nog iemand onderweg. Ik hoop echt dat het goed gaat. Want ik weet echt niet meer aan wie ik allemaal de dode code heb gestuurd. Zo
Chantal van Montenoy. Wat zijn er toch veel Chantals? Chantal? Ja, het is een nieuwe account. En er is ook veel Jills. Nee, er zijn maar twee Jills. Eten niet opgegeten. Ja, nee. Ik vind het goed. Maar dan is dat klaar. Chantal van Montenoy. Ik vind jouw shirt echt gewoon zo leuk en zo vrolijk, hè? Jee, ik kan naar buiten. Weer gezellig iemand onderweg. Wat zijn jullie super. Gaan jullie bier kopen? En is het voor jullie te warm of kan het nog een tikkertje hoger? Werden jullie vannacht wakker van het onweer? Ik heel eventjes. En daarna viel ik gelukkig weer in slaap. Ik helemaal niet. Een hele goede middag, Angelina. Hoe is het met jou? Geniet je ook zo lekker van de zon? Ziet eruit als nog een Chantal. Ja, mijn eiland is nu Chantal, denk ik. Oh, crap. Er is nog iemand onderweg. Mijn dochter huilend wakker van onweer. Oh. Mijn kind heeft er doorheen geslapen. Ik werd eventjes wakker en daarna viel ik gelukkig weer in slaap. Drie Chantals achter elkaar. Ja, inderdaad. Nee, ze zijn nog binnen, dus nog geen zin. Joy C. Gezellig dat je langskomt. Oh, die hond is echt super cute. Die zit er volgens mij ook tussen, maar dan met geel en rood. Oh, dankjewel voor je like. Someone's on their way. Een mooie fontein, dank je. Dat is een DJI, dan kan je hem zelf maken. Nog één. Saving, do not touch. En hebben jullie weekendplannen? Ja, met die bloemen bedoel ik. Ja, nee, dat snap ik.
Volgens mij heb ik nog niet echt meer fonteinen op mijn eiland staan. Maar die fontein... Oh. Zie je er schattig uit. Maar die fontein op mijn eiland, dat is een DJI. Dan kan je hem zelf maken. Ja. AC-plannen, ja inderdaad. Hier dan. Kleding zit eronder. Move to pocket. Ik weet het, er liggen heel veel. Je mag 3 spullen uitzoeken en daarna mag je naar mij toe komen. Dan krijg je een nogmaal ticket. Heb ik mijn code echt aan zoveel mensen gedeeld? Regen bij jou. Ja, ik vind het echt niks. Het regent continu. Ik wil dat het zon schijnt. Het is veel leuker. Maar ja, gelukkig regent het in Animal Crossing en de zon schijnt in real life. Dus ik heb dat toch liever dat. Ach, goed voor de bloemetjes. Dat dan weer wel. Maar ja, ik ben nu de hele tijd bezig om mijn eiland helemaal te veranderen. En gelukkig was ik nog niet klaar. Dus er zijn... Hoe heet dat? Wat zou ik ook weer zeggen? Oh ja, dus dan kan ik... Nu komen jullie gezellig voor de spulletjes. Dus mijn eiland is gelukkig nog niet klaar. Dan heb je niet zo heel veel spoilers. En dan laat ik mijn eiland zien als ik klaar ben. En zo terug op mijn eiland is het nog nooit geweest. Nee, niet allemaal tegelijk. Ja. En wie klaar is met de 3 spullen mag naar mij toe komen, want dan krijg je een nogmaal ticket. Alsjeblieft allemaal, leg je meteen op de ja, als de zon schijnt inderdaad. Voor jou had ik die nog. Drop item. Look,
bedankt voor de uitnodiging en nogmaals, ik vind het super lief. Graag gedaan. Ik hoop dat je er wat mee kan. Jessica, gezellig dat je er weer bent. Hoe is het met jou? Like the stream. Thank you very much. Joyce is going home. Ja, met mij is het ook goed. Het is super gezellig met jullie. En er zijn nu al een stuk of 6 mensen, 7 mensen langskomen. Zoiets. Geert en Janna, gezellig dat je er weer bent. Super leuk weer. Graag gedaan, Minke. Graag gedaan. Ik heb nog genoeg spullen zoals je ziet. Dus er is nog kans voor jullie. Als deze mensen weer van mijn eiland af zijn, dan ga ik de volgende mensen uitzoeken die op mijn eiland willen komen. Dus, de vraag aan jullie. Wie wil toch op mijn eiland komen? Want ik stuur de dodo gewoon via privébericht. Smurfjel, Jessica. Gezellig. Sleepless mama. Ja, heb je zo'n slecht nachtrust? En Smurfy is ook gezellig op een eiland. Wat zie je er leuk uit. Echt geweldig. Helaas door de jongste wel. Oh, nu nog steeds? Ik ben ook jong. Toch? Ik heb maar niet de jongste. Ik heb er maar één. Ik heb nog genoeg spullen. Kies er 3 uit en kom daarna gezellig bij me staan. Zodat ik je een nogmaal ticket kan geven. Ja, het is echt een nachtuiltje. Oh. Wordt nog later wat. Je zit in de noodtuin met andere ploegen. Daar moet je naartoe. Bij de vuureiland. Vuureiland? Ja? En graag gedaan. En nu ben je weg. Ja. ook in het spel. Oh, schei uit. Vooral als die op zijn moeder lijkt. Uh-oh. Nee, als jullie klaar zijn met de spullen uitzoeken. Die hier liggen, je mag er 3 pakken. Als jullie klaar zijn, dan mag je hier naar mij toe komen. Want dan geef ik je een nogmaal ticket. En als je zegt in de chat van ik heb ook nog hartjes nodig. Ja, dan is dat ook geen probleem. Ik was even vergeten dat ik ook nog hartjes uit te delen heb. Stay safe. Ik doe mijn best. Iedereen gaat weg. Ja, dat kan gebeuren, hè. Ja, dat kan gebeuren. Papegaai. Papa kan mama wat geven. Ah, joh, komt pas af. Goed. Papa.
zal het zijn? Gaat er iemand weg of komt er iemand bij? Stay safe. Safe travel. Nee, niet travel. Travel. Safe travel, dat klopt wel. Dat is een real fuck. Ja, klopt. Daarom zegt hij het ook elke keer. Hartjes. Deze spullen kunnen gewoon meegenomen worden. Kijk hoor, wie is er nou nog op een eiland? Minke en Joyce. Was jij dat? Wat liet hij vallen? Bimbo. Het is druk in mijn winkel. Dan kan ik... echt niet kijken. Oh. Succes met werken, Jill. Ik vind het wel super gezegd dat je het geprobeerd hebt. En hartjes komen dan jouw kant op straks. Buiten in de paraplu. Misschien hier, Jessica. Ja, je staat gewoon aan dat even rust is. Kijk mee. Oh. Dat is super lief, ja. En ik kijk dan. Het is gewoon echt helemaal leeg. Helemaal leeg. Ja, dat heb je als je alles aan het veranderen bent. Hi Swit! Ik zag je een like overbij komen, dus ik wist al dat je er was. Inderdaad, zoveel spullen. Al deze spullen mogen... Even wachten. Die drop. Die drop. Reactie kunnen. Nee, niet die. Al deze spullen mogen gewoon meegenomen worden. Maar het is wel 3 per persoon. En als je klaar bent, dan krijg je van mij nog een hartkristal en een Nookmaal ticket. En als je klaar bent, kom dan hier staan en dan krijg je het van mij. Deze spullen maken me niet zoveel uit. Maar als ik denk, als ik hartkristals en Nookmaal tickets rond zou slingeren, dat er gewoon meer meegenomen wordt. Dus, ja. Smurfje, kom eens hier staan. Goed zo. Waarom pak ik altijd de verkeerde drol? Mooi zo dat je blij bent. Daar doe ik het voor. En hoe is het met jou, Swits?
Ik ben inmiddels topfan, zie ik. Ik zie het! Super cool! Je hebt gewoon een diamantje boven je hoofd staan. Ik ben er nu pas bij. Wat moet je doen om kunnen langs te komen? Ik stuur jou de dode code via privé switch. Ik was die turnip exchange een beetje zat. Dus ik dacht van, ik doe het wel gewoon lekker de dodo code via privé geven. Voor de mensen die er reageren en die echt kijken. Je mag 3 items pakken wat op de grond staat. En ben je klaar, kom dan hier staan. En dan krijg je een hartkristal en een Nookmail ticket van mij. Manja, gezellig dat je hier bent. Wil jij ook langskomen, Manja? En ja, met mij gaat het ook goed, Switch. Dankjewel voor het vragen. Maar Switch, je hebt de dode code in privé. Oh, Jessica, 50 sterren gestuurd. Wat ben je toch een schat. Dankjewel. Dat was ook nog gelijk half live. Super bedankt. Mag ik in je winkel snel kijken? Ja hoor, omdat jij het bent. En dankjewel voor je 5 sterren, Jessica. Je mag in mijn winkel kijken. Mag ik graag langskomen? Yes. Ik zal je de... Hoe heet dat? De code in de chatbericht sturen. Manja, je hebt nu de code in je privé. Wat voor ga je iets leuks maken op je eiland? Ik ga alles veranderen. Ik heb hier alles opgetekend en uitgeschreven wat ik wil. Ik kwam 2 dagen geleden gewoon uit bed ervoor en ging dingen schrijven wat ik, hoe heet dat, wou. Want als ik ga slapen, dan weet ik het de volgende dag gewoon echt niet meer. Dus ik had het allemaal opgeschreven en uitgetekend en dat probeer ik nu te doen. Alleen, ik had echt zoveel items in mijn huis staan dat hij zei van, nee, ik ga het niet meer. Ik denk, oké, dan doe ik een giveaway stream met alle spullen die ik toch niet draag of toch nergens iets mee doe. Dat ik denk van, dan kan ik andere mensen helpen. En er zijn ook, hoe heet dat? Net nieuwe spelers. Dus daarvoor heb ik deze spullen neergezet. Ik weet niet of ze kijken en of ze... Oh, dankjewel voor die sterren. Dankjewel. Maar voor de nieuwe spelers heb ik deze dingen neergezet. En ja, we zullen zien of ze het nodig hebben, ja of nee. Sorry dat het zo weinig... Oh, Jessica, niet sorry zeggen. Gisteren heb je me ook al sterren gegeven. Dus dan maak ik niks uit. En ik ben blij met elke ster die ik krijg. Ja. Echt super lief. Zeg zij dat? Nee, ik zeg dat. Dat ze sterren geven. Dat is super lief. Maar ja, ik ben echt gewoon heel erg druk bezig met mijn eiland. En het lijkt nu echt super groter, omdat ik gewoon de rivier in 1 stuk gedaan heb. Aan de bovenkant moet je natuurlijk ook een rivier hebben voor sommige vissen. Dus daar heb ik een rivier gemaakt en ik heb een pond. Nou, dan ben ik al klaar. Dus de rest is gewoon eiland. Dus ik ga er echt zoveel leuke dingen mee maken. Ik denk van ja, eerst de spullen weg. En als die weg zijn, dan ga ik verder met mijn eiland. Goed idee om het uit te tekenen. Misschien moet ik dat ook gaan doen. Ja, en dan heb ik op internet gekeken qua leuke ideeën. En dat heb ik ook ongeveer uitgeschreven hoe ik dat wil. En dan kijk je naar de spullen wat je bezit en wat je kan kopen. En dat baseer je dan daarop. En Jip, natuurlijk mag je komen. Ik stuur de dodo code via een privébericht. Want ik was de turnip exchange een beetje zat. En ik wou gewoon de mensen die hier praten dat ze langskwamen. En als je op mijn eiland bent geweest en je hebt 3 spullen gepakt. Ga dan op het groene staan waar ik vlakbij sta. Want dan krijg je nog een hartje en een Nookmail ticket van mij. Als een extra cadeautje. Je mag 3 spullen pakken van mijn eiland. Maakt niet uit wat het is. Is het een item? Is het een kleding? Is het een gereedschap?
je mag het gewoon pakken als het maar 3 spullen zijn. En dan krijg je een hartje en een nogmaals tickets van mij los. Want die laat ik natuurlijk niet rondslingeren op een eiland. Jammer dat ik zo vaak werk als je live bent. Dat is inderdaad wel jammer. Maar ja, ik wil van live mijn werk maken. Dus dan doe ik dat inderdaad onder de werktijden. En als mijn kind hopelijk na de zomervakantie straks op school zit. Maar daarom doe ik het ook zo af en toe in de avond en op zaterdag. Maar je hebt een computer. Ja, ik zie het. Ik moet een maan krijgen. En daarna... Maar je bent er nu gezellig bij, Jip. Maar je bent wel zeker blij dat je werk hebt. Want heel veel mensen die zijn ook ontslagen door de coronatijd helaas. Precies, onderweg Sally. I see. Top. En we staan niet op z'n kop. Oh, dankjewel Nicole. For your like. Heet jongens, hoe? Ik ga even een nieuwe dodencode aanmaken. Alleen ik weet niet wie er al op een eiland was. Zou je niet kunnen vertellen, want dan krijg je van mij de nieuwe dodencode. Ja, want visitors. Online. Border. Manja had de code, Swits en Priscilla. Ik was vliegende. Ja, dat zag ik inderdaad. Invite via dodencode. Dan krijgen jullie zo gewoon de nieuwe dodencode. Invite everyone. Zo, de nieuwe dodo code is in de maak. Ik ga jullie een privébericht sturen. Als het lukt. Chatbericht. Ja, vandaag nog. Switch, jij hebt nu de nieuwe code in je bericht staan. Manja, jij krijgt ook de code. En Priscilla krijgt ook de code. Yes. Jullie hebben de nieuwe dodo-code gekregen van mij. Ik heb hem. Zo lang. En ik hoop ook gewoon dat er nieuwe spelers langs kunnen komen. Dat ze gewoon aan mijn spullen genoeg hebben. Saving, do not touch. Switch is onderweg. Jij hebt het snel gedaan. Maar voormalig hem ook als eerst naar jou had gestuurd.
ga het denk ik gewoon per 3 doen. Dat is denk ik wel handiger. En een hele goede middag, Amanda. Hoe is het met jou? Gezellig dat je hier bent. Het is echt super lekker weer buiten. Ik stond al klaar. Dat is echt super chill. Bij mij werkt de code ook niet. Nee, er was net een storing. Ik had inderdaad ook de code aan jou gegeven, Jip. Dat is waar. Ik gooi hem ook even door naar jouw chatbericht. We hadden helaas net een error. Dus toen heb ik een nieuwe dode code aan moeten maken. Je hebt de nieuwe dode code in je chat. En hallo Claudia. Hoe is het met jou? Gaat het alweer wel beter? Jullie mogen 3 spullen uitzoeken en als jullie klaar zijn, dan op het gas gaan staan. Dan krijgen jullie een hartkristal en een noekmaal ticket van mij. Ja, met mij gaat het ook goed. Een beetje heel erg warm dit. Vorige week was het bagger weer en dan, hoe heet dat, moet je dik aankleden en dan is het nu gewoon echt heel erg warm weer. Ja, begin me weer wat mensen te voelen. Ah, dat is beter. Ik heb nog geen dode code gekregen. Nee, dat klopt inderdaad. We hadden net ook een error storing. Error. Maar ik zal hem naar jou toe sturen. Dan heb ik naar 5 personen de code gestuurd. Chatbericht. En ik hoop wel dat jullie niet allemaal tegelijk komen. Dat jullie wel een pauze ertussen houden ofzo. Maar beter Claudia dat je weer mens begint te voelen. Ik ben nog niet zo heel erg ver met mijn eiland. Ik heb vanochtend dit neer kunnen zetten. En de rest is leeg. Maar ik wou het ook niet af hebben voordat ik ga streamen, want ik heb nergens hekken staan. Dus dan als het wat af is, dan zie je het alvast. En dat wou ik niet. Maar mijn huis die staat tenminste dichterbij de ingang. Dat heb ik sowieso daarvoor gezorgd, want ik werd echt helemaal gek. Of van het vliegveld. Helemaal door te lopen naar, hoe heet dat? Naar de andere kant van mijn eiland. Dus ja. Mag ik gewoon iets pakken? Ja, je mag 3 dingen uitzoeken en dan mag je langskomen. Geen probleem. Hou je vast, kom ik weer. Je was toch op mijn eiland of was je er afgegooid? Of was je nog niet klaar? Ik weet het niet meer. Ja, aan de ene kant is het ook al klaar. Ik kan het je zo al laten zien. Dat maakt niet zoveel uit. Want je vliegt er toch overheen. Dus dan zie je het al. Maar de rest, dat laat ik pas zien als ik klaar ben. Ja, was nog niet binnen. Ah. On their way here. Nee, je mag gewoon 3 spullen pakken, wat je leuk vindt. En dan ja, naar mij toe komen. En dan krijg je een noekmaal ticket. En een hartkristal. Beetje jammer weer. Ja, wou je toch mijn ideetjes gaan pikken? Nee hoor. Ik weet dat we ongeveer hetzelfde idee hebben van ons eiland. Ik vond het wel grappig gisteren. Dat je zei van ja, je hebt ongeveer hetzelfde idee als ik. Ben ik de enige die vergeet te kijken tijdens het vliegen? Ja, blijkbaar. Ik pik ze helemaal niet bij jou, want zo vaak kom ik niet eens bij jou op je eiland. Jij komt vaker bij mij dan ik bij jou.
Yes, stop met liken, joh. Wat bedoel je? Stop met liken. Oh, kijk er eens. En hier hebben we natuurlijk, of course, mijn Mac. En dan hebben we hier museum, winkel 1, hondjes met een vrijheidsbeeld, winkel 2 en de rest van de winkeltjes. En dat was het. Oh ja, en mijn huis. Maar als jullie klaar zijn met spullen pakken, dan kan je hier gaan staan en dan krijg je een hartkristal en een Nogma ticket. Ik heb geen medicijnen meer in mijn tas, nee. Ik heb helaas geen medicijnen meer in mijn tas, anders had je die gekregen. Ziet er al leuk uit. Dank je. Ik ben nog lang niet klaar. Ik heb nog een hele plattegrond en teksten getekend. En neergeschreven wat ik wil met mijn eiland. Dus daar ga ik straks na mijn stream. En anders morgen mee verder. Morgen gewoon weer geen turnips halen, denk ik. Nee. Ik ga geen turnips halen. Maar wat gaan jullie verder doen het weekend? Zo, ook gezellig willen langzaam. Maar heeft wel ook wat aanvulling die ik erbij kan leggen. Dat mag, Francis. Dat is lief van je. Leuk jurk heb je aan trouwens. Die zoek ik nog. Ik heb een heksengewaad aan in het wit. Ik kan hem straks al naar je toe sturen, Jessica. No problem. Ha, dank je. Echt voordat ik ging vliegen gebeurd. Even kijken hoor. Ik stuur jou straks de dodecode, Francis. Ik weet nou niet meer aan wie ik de dodecode allemaal heb gegeven. Dus straks wordt het weer te vol of weer een error. En dan weet ik niet meer aan wie ik de code heb gegeven. Je ziet al dat er al wat mensen lopen op mijn eiland. Hoe kom je aan zoveel hartkristals? Opsparen. Heb nog money nodig. Dus ik ga wel turnippen. Ja, dat snap ik. Gebruik je de teken. App van AC. Oh, bedoel je? Nee, je hebt een Mackie. Ja, inderdaad. En mijn favoriete strandtent. De strandtent. Die heb ik hier. Steam. Zit op Scheveningen. Zo. Gelijk weer warm worden van mij. En ben je klaar en heb je 3 spullen gepakt? Dan mag je hierheen komen en dan geef ik je een hartkristal. En een Nogmaal ticket. En natuurlijk mag je langskomen, Amanda. Ik weet alleen niet aan hoeveel mensen ik al de dodecode heb gegeven. Dus ik geef je die zo. Oh, dankjewel voor je 100 sterren, man. Ja, dat is super lief. Thank you, thank you. Het regent sterren vandaag. Oh, ik stop met kijken als Jill stopt met streamen. Oh, je bent een schat, Jessica. Even kijken hoor. Amanda, die wil zo langskomen. Even kijken hoor. Heb je nog een plekje vrij? Dan kom ik ook graag op bezoek. Claudia EDS. ik geef je echt gewoon die naam. Die is op mijn eiland geweest. Die is op mijn eiland geweest. Francis. Dat zijn de eerste 3 die straks de dodo code krijgt.
heb al wat spullen in mijn zak gestopt. Zie je zo door de wel. Is goed. Als deze mensen voorbij, weg zijn, dan geef ik Amanda en Claudia en Francis de dode code. Dan ga ik het gewoon per 3 doen. Alsjeblieft. En als ik geen Doekman tickets meer heb, dan koop ik er gewoon nog een zooi bij. Ik ben toch wel aardig wat spulletjes meegenomen. Mijn bewoners noemen me Stripes en op een andere eiland Zwebra Girl. Ja, hoe heb je dat nou weer erin gegooid? Dat is slim. Voor jou. Hier is mijn telefoon. Later, geen voice chat. Volgens mij heb je het gewoon zelf erin gezet. Wat ze dat moeten zeggen, of niet? Ik zorg elke keer dat mijn bewoners mij witchy gaan noemen. Maar op een of andere manier verzinnen ze zelf elke keer weer een andere naam. En dan denk ik, oh nee, die vind ik niet zo leuk. Maar ja, omdat je een vriendin van me bent, dus ga maar. Ik vind het best. Er zijn echt nog heel wat kleding en spullen. Ik word muffin of hartje genoemd. Dat is ook grappig. Ik word echt allemaal verschillende manieren genoemd. En dan denk ik van, hoe komen ze erbij? En als ik dan zeg van, ja, je moet me zo noemen. Dan denken ze na een week weer van, nee, ik heb een bijnaam verzonnen voor je. En dan denk ik van... Ah, moet dat. Ah, oh, Priscilla. 45 sterren. Wat ben je lief. Ik zie het al eerder in de chat dan dat mijn stream het zegt. Little star. Weet je wel, leuk gewoon de an... Laat ze niet accepteren. Dat is echt super lief dit. Wel, super. 50. 50. 100. 4, 5. Ik kan al de sterren bij elkaar tellen. Nee, thank you. So sweet of you, met al die sterren. Yip is going home. Stay safe. Nee, hij is nog niet. Oh. Waarom heb ik dat al niet gezien? Oh, een video die gedeeld bleek. Ah. Oh, thank you for your like. What should I do? Few other passwords. Moeilijke kiezen. Top
item, drop item. Top. Ik ga zo nog even wat normaal tickets kopen en dan geef ik de dodencode weer aan de volgende 3 personen. Ik ga natuurlijk nog even wachten, want Frits gaat zo naar huis. En dan krijg ik natuurlijk ook weer een melding. Oh, dank jullie wel! Dank je wel, Kikaboe! Dank je, dank je. 50. Thank you so much. Someone is leaving. Dankjewel voor de cadeaus. Graag gedaan. No problem. Nou, ik ga nog even een zooi Noekma ticket kopen. En dan geef ik het weer aan de volgende 3 de dodencode. Het gaat wel snel zo. Eerst wist ik niet wat ik ermee moet doen en nu. Ja, yeah, ik wil er nog meer. En graag gedaan, Zwit. Ik vind het leuk om jullie te helpen. Even kijken hoor. Claudia. Is dat de chat? Ja. Yeah. Super chill. Ctrl V. Francis staat erboven. Amanda, waar sta jij daar? Ik heb weer de dodencode naar 3 mensen verstuurd. En Ashley, gezellig dat je hier bent. Hoe is het met jou? Gezellig dat je hier weer bent. Ik zie ook alweer boven jouw hoofd topfan staan. Super cool. Nee, er komt iemand naar me toe. Dus ik ga geen nogmaals tickets halen. Mooi dat het goed gaat. Het is echt super lekker weer buiten. En een beetje warm voor mij. Je mag 3 spullen van mijn eiland pakken. En daarna mag je naar het gasveldje gaan. En dan krijg je een hartkristal van mij. En een nogmaals ticket. Claudia is er bijna. Er zijn echt heel veel Claudia's en Chantal. I know. Lekker, maar ook even niet zo goed hebben. Nee. Je moet verplassen. Ik sta op een veilige plek. Goed zo. Oh, zie je er leuk uit. Met je trouwjurk en je heksenhoed. Super cute.
Ik doe mijn best. Nog niet alles is af. Dat hoop ik van de week te hebben. Maar ja, het kost natuurlijk ook wel tijd om je eiland echt te krijgen zoals je wil. Maar ik heb gelukkig alles uitgetekend. Dus het heeft niet echt haast. Want de ideeën heb ik toch opgeschreven. Dus ik weet hoe ik het wil. Ik ga hem zo aanzetten. Nog geen zin in gas vandaag. Eén voordeel, Ashley. Dan is je switch natuurlijk niet leeg. Ik moet nog wachten tot mijn gewaad en mijn schoenen in de shop zijn. Hoezo? Je had toch al een gewaad? Of heb je die naar mij toegestuurd? Je weet dat je hem dan ook kan kopen in je Nookmail, hè? In je Nookshop. Als je hem al gecatalogd hebt, kan je hem daar opnieuw kopen. Dus dan hoef je hem niet te wachten tot ze in de shop zijn. Is om een andere eiland. Ah. Ja, je hebt ook zoveel eilanden. Luxe probleem. Ja, nee, ik snap het. Er zijn nog echt superveel spullen over. Dus pak er 3 en kom dan gezellig naar het gasveldje ernaast. En dan krijg je een hartkristal en een nogmaal ticket van mij. Ik heb er vanmiddag een tweede rij bij, zoals in. Tweede rij als items of travel Camelot. Ah, jij wou me uitnodigen als best friend. Ik wist niet meer wie je was. Is omdat je eiland niet mee kan pakken, maar bijvoorbeeld de switch light. Ah. I get it. Nee, de tweede eiland doe ik. Ah. Ja, dat was ik. Nee, ik kon je niet meer voor me halen van wie het was. En toen dacht ik van, ik zal dit keer niet accepteren. En als ik je dan weer tegenkom en je wil weer best friends worden, dan zal ik je wel accepteren. Maar nou weet ik weer wie is. Ik krijg straks mijn switch light en een tweede spel bezorgd. Oeh, spannend. Maar stiekem ook leuk dat mijn zuidpoppetje heb en één op noord. Ja, dat is wel super chill als je wil vissen inderdaad. Ook spullen meegenomen. Super lief. Table with cloth. Spinning wheel. En die. Ik weet niet wat het is, maar dan heb ik het tenminste vastgehouden. Dus er zijn nog genoeg spullen op mijn eiland. En als je klaar bent, kom hier gezellig staan en dan krijg je van mij een nogmaal ticket en een hartkristal. Crap, dat heb ik ook gedaan. Ik zit hier ook op Zuid. Dat is super chill. Dus er... Oh. Drop item. Our shop, please. En mijn handen kriebelen echt. Dat ik gewoon hier iets leuks van ga maken. En ik ben zo benieuwd hoe jullie gaan reageren. Want jullie hebben natuurlijk mijn eiland gezien in de oude status.
Dus ik ben zo benieuwd hoe jullie gaan reageren als jullie zien. Hoe heet dat? Wat veranderd is. Maar dit heb ik gewoon ongeveer hetzelfde gelaten. Alleen meer uitgebreid. En anders ingedeeld. Someone is leaving. En als je langs wil komen, laat het even weten. Want dan gooi ik de dode code naar je privé. Ik was eerst pakken gemaakt waar je dingen staat. Nee! Oh, thank you for your follow! Nee, ze komen daar niet. Ik moet dit nog allemaal wegdoen. Want hier staat de Starbucks. Nee, wacht. Hier zat de Domino's. Hier zat de Starbucks. En hier was ik bezig met mijn plantjes. Maar dit moet ik nog allemaal weer groen gaan maken. Hè? Omdat ik iets anders ga doen. En graag gedaan, Amanda. Ik help jullie graag. Oh, wat een werk. Je moet dus weten wat ik allemaal gedaan heb. Ik was gisteren echt heel lang bezig. En 2 dagen geleden was ik heel lang bezig. Vanochtend ben ik bezig geweest. En vanochtend dacht ik van, ja, ik ga mijn huis dichter bij de ingang neerzetten. Want mijn huis, die stond hier. En ik moest elke keer van daar naar lopen. Naar hier rennen. En het werd me elke keer te veel. Want ik hielp echt mensen. Ik vloog elke keer naar andere mensen toe. Of weet ik veel waarheen. Dus ik werd er helemaal gek van. Dus mijn huisje staat nu hier. Zodat ik gewoon mijn huis uitloop. En voilà. Bij het vliegveld. Dat is gewoon veel fijner. En al deze spullen mogen gewoon meegenomen worden. En 3 per persoon. En als je klaar bent. Kom hier gezellig staan. En dan krijg je een hartkristal van mij. En een Nookmal ticket. En tot de voorraad strekt natuurlijk van mijn Nookmal points. Want ze gaan wel heel snel nu naar beneden. Maar dat maakt niet uit. Ik doe het met alle liefde voor jullie. Wow. En als jullie nog langs willen komen, laat het even weten. Want dan stuur ik de code via privébericht. Zo, ben je nou al klaar? Dat is snel. Alsjeblieft. Ik zie echt dat er 43 mensen kijken. Maar dan denk ik van, welke mensen willen nog langskomen? Want ik heb echt heel erg genoeg. Ik heb veel te veel. Dat zal je waarschijnlijk niet meer gestuurd hebben. Holy moly. Ik ben ook alles aan het verplaatsen en aanpassen. Echt een heel werk is dat. Ik zeker de helft moet klaar zijn voor de 18e. Ja, ik snap het. Dat moet toch wel lukken. Je hebt nog 5 dagen. Ik denk echt wel dat ik in 5 dagen mijn eiland af heb. Denk ik. Ik weet het niet zeker. Ik heb je gewoon gezellig nog aanstaan. Super gezellig. Dat is echt super cute. Super leuk. Er zijn echt nog zoveel spullen. En een best friends request. Van Rara, van wie? Travel. Aangezien ik nou weet wie je bent, ga ik je accepteren. Ja, ik is ook gewoon een Northern Light set. Dat is wel super chill. Kan je gewoon alle vissen vangen. Oh, dankjewel. Die gaat ook op het lijstje. Dankjewel. Voor je stem. Sterren. Yes, die blijft veranderen. Ja, nee, ik denk als ik nu mijn eiland heb op de manier dat ik hem echt wil hebben. Ja. Dan is hij zo goed als klaar. En ik denk als het echt lukt, dan heb ik nog zoveel plek over. Ja.
Dus ja, we zullen het zien. Ja, we zijn gewoon een gezellige groep die een eiland gewoon blijft veranderen. En dan niet alleen. Je hebt gewoon ook events natuurlijk. Van dat er nieuwe spullen bij komen. En dat je denkt van, inderdaad, wat Jessica nu zegt van Pinterest. Van dat er zoveel leuke ideetjes zijn. Dat je dan ja, daar je eigen draai aan geeft. Dus je blijft gewoon bezig. Want dit had ik ook gezien bij iemand anders. En aan die persoon had ik gevraagd van mag ik hem overkopiëren. En toen zei ze ook van ja, tuurlijk mag dat. Want ik heb het ook weer van iemand anders. Dus ja, zo blijf je bezig. En die lampen die heb ik niet op de juiste kleur zo te zien. En mocht dat vanavond dan. Oranje staat hier. Volgens mij is dat wit. Dit is groen. Dus dat klopt. Paars hoort aan de andere kant. Blauw hoort daar. Nou, dan ga ik dat vanavond wel doen, want dan is het tenminste donker. Van de week elke dag een nieuwe housewarming. Ja, dan is het niet van mij, dan is het wel van Jessica. En als het niet van Jessica is, dan is het dan weer van iemand anders. Oh ja, Marielle was ook bezig. En zij laat echt niemand op de eiland, totdat haar eiland klaar is, zei ze. Aan de ene kant wel logisch. Ik moet eens dringend inspiratie doen. Ik gebruik internet en andere Facebookgroepen. En dan geef ik gewoon daar mijn eigen draai aan. Op die andere eiland hebben jullie toch een plein bij binnenkomst. Dat klopt helemaal. Hier had ik ook een plein en die heb ik nu veranderd. En inderdaad, op die andere eiland heb ik inderdaad ook een plein. Maar hier moeten de bankjes nog komen. Alleen die heb ik nu nog niet geplaatst omdat ik dit van plan was. Maar hier moeten nog bankjes komen en van die lotuslampen. Dus ja, ik heb echt zoveel ideeën nog. Maar ik dacht van, ja, eerst mijn huis hier vlakbij de intree en nog de spullen hier. Ja, op die groepen zie ik veel. Ik vind bijvoorbeeld een museum met een watervalgang en voorlicht. Ja, die zag ik inderdaad ook. Mijn is voor mijn birthday volgende week housewarming. Komt wel ooit. Ja, leuk toch? Sowieso ben ik de 17e Pokémon aan het streamen. Dus dan heb ik sowieso geen housewarming. Want dan komt eindelijk de DLC uit. Dus dan ben ik die aan het streamen. Maar zijn er nog mensen die nog een keer langs willen komen om nog meer spullen te pakken? Wel leuk dat jullie housewarming onder elkaar doen. Ja, we doen echt zoveel onder elkaar. Dat is gewoon echt een geweldige groep. Elkaar helpen, elkaar zorgen voor de spullen, de DJ's en weet ik het allemaal. Jamie! Gezellig dat je hier bent. Ja, altijd leuk. Met andere woorden nog een keer komen, dan krijg je de dode code van mij. Want de code was veranderd. Aangezien de, hoe heet dat, error was. En ja, natuurlijk mag dat, Ashley. Ik zal je de code sturen via privé. En kijk maar wanneer je hem gebruikt. Zolang die niet verandert, kan je hem gewoon gebruiken. Maar wilde vragen, mag die plein soort van namaken? Nee, natuurlijk. Als je hem leuk vindt, dan maak je hem toch. Geen probleem. Maar met mijn eigen draai. Of course. Je mag gewoon doen wat je zelf wil. Bij mij is ook niet altijd alles zelf verzonnen. Bij mij is ook gewoon een soort van internet met een eigen draai. Geen probleem.
Mag ik nog meer naar Noord komen? Nee, natuurlijk. Jij hebt meerdere accounts, dus have fun. Even kijken hoor. Er ligt genoeg. Er ligt echt genoeg. En als je meerdere accounts hebt en je wilt die en je wilt de code gebruiken voor je andere account. Oh ja, had de code al. Dat maakt echt niet uit. Have fun! Ik heb echt nog genoeg liggen. Dus ga je gang. Dat is waar. Halen bij elkaar inspiratie op. Ja, inderdaad. Gewoon bij elkaar inspiratie en je eigen draai aangeven. Want zij had hier dan de bloemetjes. Nou, ik had meer bloemen dan haar volgens mij. Dus ik heb gewoon mijn bloemen ertussen gezet per kleur. Plus, ik ga nog ervoor zorgen dat de lampen vanavond wel klopt. Want vanavond is het donker. Dus dan ga ik even zorgen dat die lampen al goed staan per kleur. En ja, dan heb ik daar mijn eigen draai aangegeven. En als mensen het na zouden willen maken, dan maakt het me ook niet zoveel uit. Ga even nog maar tikjes kopen voordat de mensen weer aankloppen. Ga ik weer kaarsjes halen en straks heb ik echt te veel. Ga ik ze weggeven op andere groepen. Nee, ik wil nog meer gebruiken. Ja, ik deed de verkeerde knop. Die moet ik hebben. Redeem, yes. Nee, maar soms ook. Dan denk je van, ja, dan is het nu af. En dan kijk je weer op Facebook of je kijkt ergens anders. En dan zie je weer een leuk plaatje en dan denk je van, hé, dat vind ik eigenlijk ook leuk. Dat past ook wel op mijn eiland. Ja, en dan zo blijf je bezig. Oh ja, echt hè. Ik zag van de week, had een meid in de WhatsApp groep gegooid, een filmpje van een update als je dat zou krijgen. Nou, dat filmpje was geweldig. Want dan kon je gewoon een pad uitstippelen van wat je weg wil hebben qua bloemen of een pad neerleggen. Dus dan klik je gewoon niet meer verkeerd. Met spullen, eten... kon je ook gelijk meerdere aanklikken. Zelfs met items. En je hoeft er niet meer per se je tas in. Om te zien hoe vol je tas was. Ik denk van waarom is dat nog niet live? Dat was echt super cool. Maar net als één persoon kicken. Daar zit ik ook echt heel erg op te wachten. Dat je gewoon een update krijgt. Wat je één persoon kan kicken. In plaats van heel je eiland... kan blokkeren als er één persoon zich misdraagt. Dat zou zoveel fijner zijn. Ik ben best creatief, maar helaas niet hiermee. Nou, ik heb het weer andersom. Ik ben helaas niet meer in real life creatief. Omdat ik het gewoon te chaos in mijn hoofd heb. Maar dit is gewoon super chill. En dat gaat gewoon super leuk. Die heb ik ook gezien in de net. Neem iets voor je mee. Oh, dat is super lief. Dat is echt super lief. Ik vind het echt zo leuk wat je aan hebt, echt waar. Heb je ook wel de schoenen minken? Ja toch, of niet?
Ja, ik was gisteren ook bezig. Hoe heet dat? Met mijn huis. Gisterochtend. Want Mark was toch op kantoor bezig. Dus ik dacht van, nou, gelijk even weer mijn huis pikkenspan voordat het weekend is. Ja, schoenen vanmorgen gefixt. Zie je alleen niet onder die jurk. Nee, klopt. Ik heb nu een ander jurkje aan, een soort gewaad. En dan zie je die schoenen wel. Ik had geen schoenen die erbij passen. Dus ik heb gewoon nog mijn meltjes aan van de trouwen. Omdat ik die gewoon leuker vond. Aan de trouwkleding kom je aan bij de trouwevent bij Harvey's Island. Als je diamantjes krijgt door foto's te maken, dan kan je daarmee de trouwkleding kopen. Maar Ashley, als je op een eiland komt, liggen ze er ook, hè? Als het goed is, liggen de trouwjurken ook op een eiland. En de diadeem met sluier. De schoentjes, dat weet ik niet zozeer. Volgens mij wel. Of hij is natuurlijk net al, hoe heet dat, meegenomen. Maar de trouwkleding ligt er ook. Jurken zijn al weg. Oh, serieus. Ik ben bijna klaar met mijn trouwhoekje boven de eerste etage uitzicht op de ijsbar. Dat is super chill, echt waar. Als het goed is, zijn ze te koop nu. Nou, ik ga zo even kijken. Ben je ik moet nog één trouwbank, die ga ik vandaag aanschaffen. Super cool, echt waar. Dat je nog zo weinig nodig hebt. Ik ga even kijken of ze er nog liggen. Nee, niet op stotje. Ik had ze hier ergens neergelegd. Nee, ze zijn inderdaad al weg. Maar Ashley, als jij er bent, dan moet je het even zeggen. Ik heb een paar dagen met crystals gemist. Dus hoop dat ik nog alles kan kopen. En anders weet je waar je ze moet vinden, Swiss. Ik heb net de laatste paar schoenen, dacht ik. Ah, oké. Nee, dan zijn ze inderdaad weg. Want ligt hier de sluier nog? Ja, alleen de sluier ligt hier nog. Maar als je langskomt, Ashley, dan moet je het even zeggen. Ik ga gewoon heel veel kopen op het einde als ik hardkristal heb. Thank you! Nee, je hebt genoeg gedaan. Ik heb helemaal nog niks gedaan. Kan altijd meer. Helemaal goed. Ja, tuurlijk. Ja. Blij dat je zo happy bent. Look, someone leaving. Going home. Safe travels. Heb laatst alles opgemaakt toen van jou had ge- Oh.
Je kan nog meer ophalen, geen probleem. Nou, de lampenkleuren zie je nu ook al wat meer. Maar ik kan ze nog niet oppakken, nee. Company right now. Oh, dankjewel. Ga zo door, vind je top. Je bent geweldig, dankjewel. Zo lief. Jullie zijn awesome. Fruit and cookie. Thank you. Volgens mij is iedereen over mijn eiland, toch? Ja. Ik ga even naar de wc. Ik kom zo terug. Tot zo.
niemand meer op een eiland, denk ik. Nop. Wie wil nog langskomen? Ik heb nog genoeg spullen. Al deze spullen moeten weg. Is goed. En als je interesse hebt, dan mag je er 5 pakken. Ik had al de dodo code naar Ashley gestuurd. Dus ik gooi hem nu even naar Chantal Klinder. Je mag er 5 pakken. Dus iedereen is welkom. Ik heb nog genoeg spullen. 5 per persoon. En ik hoop dat er nieuwelingen komen, want dan liggen ze hier. Liggen er nog sportspullen? Ik wil er een sporthoekje maken. Nee, volgens mij niet. Van alles had ik er 1. Tenminste, ik kan wel even voor je gaan kijken. Op sportspullen heb ik niet dubbel. Maar ik kan ze wel bestellen voor je, Minka. No problem. Minka? Heb je zoveel geshopt? Ja, ik heb inderdaad heel veel geshopt. En ook heel veel gekregen van bewoners natuurlijk. En ik heb heel veel spullen gemaakt. Die zitten er ook in. Ik ben natuurlijk mijn eiland aan het leeg... halen. Dus alles gaat in mijn storage. En omdat ik zoveel spullen nu opeens in mijn storage heb, had ik dit allemaal te veel. Dus dat geef ik gewoon liever weg aan jullie. Voordat ik ze ga verkopen aan Noek en Tom. En of ik ze natuurlijk ga uitdelen aan mijn bewoners. Wil ik eerst jullie helpen als jullie straks spullen liggen die jullie zoeken. Dus je mag gewoon nog een keer komen en 5 spullen pakken als je wil. En ik heb nog fossielen, maar ik heb geen schep. Dit moet ik ook nog allemaal leegmaken. Jee, er is iemand onderweg. Ashley. Gezellig dat je langskomt. Yippie. En je mag 5 spullen meenemen dit keer. Dus je krijgt een Nookma ticket en een hartkristal. Dat is geen probleem. It's me. I know. You're welcome.
die moet ik ook nog allemaal leeghalen. Ik heb echt nog wat te doen. Het is balen dat je niks kan doen als er bewoners... Hoe heet het? Als er bezoekers zijn op je eiland. Want anders had ik gewoon alles leeg kunnen halen. Heb jij toevallig een roze espresso machine? Nee, helaas niet. Die heb ik helaas niet. Ik heb wel de gewone espresso machine. De grijze. Dat jurkje echt zo schattig. Echt zo'n Tirol-achtig iets. Zijn er nog mensen die niet op mijn eiland zijn geweest, nog op mijn eiland willen komen? Er liggen nog zoveel spullen. Misschien zit er wat leuks bij voor jou. En dan mag je dat gewoon meenemen. Je mag er dit keer 5 meenemen. En als je klaar bent... Dan mag je, hoe heet dat, hier gaan staan. En dan krijg je een hartkristal van mij en een Noekma ticket. Ja, dat is de sluier, Ashley. Dit is de sluier als je die wil. En de sluier is weg. Graag gedaan. Nee, anders als jullie dit niet allemaal meenemen, dan ga ik het verkopen aan Tom en Tim Noek. Want ze verzorgen echt te veel ruimte in mijn huis. Ja, nee, dat is inderdaad wat. Ja, ik ga ook even kijken. Maar dat hebben we nog niet gedaan. Wauw. 78. Dat is niet heel veel. Ja, één iemand die zocht een bruidsjurk. Waar lag die? Ashley, als je nog een trouwjurk wil, hier is die. Als je
Als jij hem mee wil nemen, Ashley, is die voor jou. Ashley en voor Chantal. En graag gedaan, Ashley. Eentje is voor jou en eentje is voor Chantal. Je wordt tegen op een pak gemaakt. Zijn er nog mensen die langs willen komen? Ik heb nog genoeg spellen voor iedereen. Graag gedaan, Chantal. Graag gedaan. Graag gedaan, Ashley. Ik weet niet eens of ik dat al gezegd heb. What are you going to say? Wat is de dode code? Ik zal naar je toe sturen, Jessica. Ik heb je de dode code gestuurd, Jessica. En ieder persoon mag er nu 5 meenemen. En als ik ga stoppen en er liggen nog spullen, dan ga ik ze verkopen. Want ik wil ze echt niet meer terug in mijn huisje hebben. Want deze spullen zou ik toch niet gebruiken. Dankjewel, ik heb 5 mooie dingen waar ik echt wat aan heb. Oh, goed zo, Ashley. Daar gaat het om. Daarvoor heb ik ze ook nog niet verkocht. Want er zijn altijd spullen die, hoe heet dat? Wat anderen wel leuk vinden. Hey, Giono heeft witte heksenschoenen. Interesse? Of course! Die heb ik nog niet, dat weet je. Nee. Graag wil ik de witte heksenschoenen. Oh nee. Je wordt bijna someone is leaving. Stay safe. Ashley, bye bye. Succes met je eigen eiland. Zijn er zoveel, man? Zijn er zoveel, man? Looks like on their way. Awesome. Graag gedaan, Ashley. Smurfiel. Jessica. Je mag er 5 meenemen. 5 spullen. Log er even in en dan stuur ik ze jou en mezelf op. Is helemaal goed, geweldig, dankjewel. Dan is mijn outfit compleet.
Rotma, gezellig dat je er bent. Hoe is het met jou? Ik heb hier allemaal spullen. En per persoon mogen er 5 spullen meegenomen worden. En ben je klaar? Kom dan gezellig hier staan. Want dan geef ik je hartkristals en een nogmaal ticket. Ik vind jouw outfit echt zo leuk. Ik ga nog even wat meer tickets kopen. Yes. Dit mag ook gewoon sneller. Net als bij Pokémon. Van zoveel geld heb je... Dus zoveel kan je er kopen. Ik heb geen link. Ik kan je wel de dodo code sturen. Dus dat gaan we even doen. Chatbericht. Ik heb je de dodo code gestuurd. Wat maar via privébericht. Dank je, Jessica. Super lief. Helemaal. Ik denk dat ik er nou weer een paar los heb. Yes, of course. No, we zijn klaar. Aha, ik ben mijn spel aan het doen en naar jou aan het kijken. Yes. Oh, dat is inderdaad vuil. Oh, maar ja. Ach, kan gebeuren. En gezellig dat je onderweg bent, Rotmaar. Je mag 5 spullen uitkiezen wat hier ligt. En alles wat niet weggaat voor, hoe laat is het nu? Voor 3 uur, dan stop ik met mijn stream. En dan verkoop ik alles aan Tim en Nook. Want ik ben met mijn eiland bezig. En ja, deze spullen ga ik sowieso niet gebruiken. En dat zorgt alleen maar voor plek in mijn storage. Dus dan verkoop ik ze. Dus tot 3 uur ben ik aan het streamen. Dus nog een half uurtje. En ja, zoveel mogelijk komen denk ik. Het is hier echt helemaal leeg. En die moet ik ook nog allemaal weer weghalen en naar gas aanzetten. Noah heeft je vriendverzoek verstuurd. Ah. Maar ik denk dat ze dan nog niks kan. Want volgens mij moet ze langskomen bij mij. Eerst voordat je überhaupt iets kan opsturen. En anders komt ze ook gewoon gezellig langs voor spullen. Zij is nog niet langs geweest. De code heb je in je privé staan. Gezellig inderdaad. Ja, kom maar gewoon gezellig langs hoor. Ben weer terug. Mag ik ook komen? Natuurlijk mag je komen.
Ik zal je de dode code sturen, Angeline. Angie, ik heb je de code gestuurd. En je mag 5 spullen pakken. En ben je klaar, dan kom je hier gezellig heen. En dan krijg je van mij een Nokmaal ticket en een hartkristal. Maar ik stream tot 3 uur, dus nog een half uurtje. En alles wat niet verkocht is, ga ik verkopen aan Tom, Noek en ja, Tom inderdaad, Tim en Tom. Ja, Tim en Tom. Graag gedaan. Wacht. Neem die ook maar mee. Ik heb nog superveel. Noah komt eraan. Oftewel Fien. Ja, we zijn al best friends. Jee, gezellig dat je mijn schoentjes meeneemt. Top. En Fien is, mag altijd langskomen, dat weet je. Ja, yeah. Wat dit is aan Fien. Zo, ook weer reclame gemaakt voor hun. Iedereen is welkom. Ah, dankjewel voor je like, Claudia. Voor like. Dat is de blauwe. Ja, volgens mij wel. Anders moet ik het gewoon vanavond doen. Als het donker is. Want dan zie ik tenminste wel echt welke kleur wat is. Dit is sowieso paars. Floralize, denk ik. Nee, niet daar. Dat is dan wel beter dat er ook kleding en spullen liggen. Ja, die klopt ook. Blauw, een paars, een roze. Dan moet hier nog wit. Maar welke is wit? Dat is groen. Ik zie het vanavond wel. Of morgen. Of weet ik van wanneer. Vind je lefferijk? Gezellig Pientje. Nee, lieve. Zo heeft ze een poppetje hebben nog genoemd. Niet die tussen. Ik zou haar zijn.
Die heb ik ook in het paars. Ik leg ze alvast deze voor je neer. Oh, die zijn super leuk, ja. Die zijn echt super leuk. Thank you. En die Nookmaal tickets en die hartkristals voor jou, Fien. Paradiso. Gezellig dat je komt, trot maar. Oh, wat een leuk pakje heb je aan. Doe me denken aan Kill Bill. Ha, completo. Super cool. Ik ben gewoon compleet. Mijn heksenpakje is compleet. Top. Angie! Is toch helemaal goed, daar liggen die spullen voor. Die spullen zijn om mee te nemen. En deze dingen zijn ook nog voor jou, hè? Claudia, voor Noah. En dan kan je lekker snuffelen tussen die spulletjes. En als je klaar bent, heb je er 5. Dan kom je gezellig hierheen en dan krijg je een hartkristal en een nogmaal ticket voor mij. En ik stream tot 3 uur. Of misschien al eerder. Ligt eraan of er nog mensen langs willen komen voor spelletjes. Zo niet, dan stop ik gewoon. En dan gaat alles naar Tom. Ga ik alles verkopen. Wat verkopen valt natuurlijk. Tuurlijk mag je nog langskomen. Ik zal je de code in de privébericht zetten, Claudia Beek. Tja, bericht. Kom op, baby.
Dan mag je 5 spullen mag je uitzoeken. En ben je klaar met die 5 spullen, dan mag je hier gaan staan. En dan krijg je een nogmaal ticket van mij en een hard kristal. En je hoeft helemaal niks mee te nemen voor mij. Het is een giveaway naar jullie. Dus je mag 5 spulletjes hier uitzoeken en meenemen. En ben je klaar, dan moet je gewoon even hier gaan staan. En dan krijg je een hartkristal en een nogmaal ticket van mij. Ik ben mijn ladder kwijt net. Nu ik hem nodig heb. Oh. Die staat er ook tussen. Tenminste, als het goed is. Maar ja, dan denk ik beter dat je hem zelf kan maken. Hey, kom jij eens terug? Daar ligt niks. Waar blijf jij? Wat ga jij nou doen? Dat is de bedoeling niet. Alles heb ik veranderd. Nee, Maria leest er niet. Ben de weg kwijt. Zo kwijt kan je hem niet zijn, want je was al hier. Hier is de uitgang. Alles heb ik gewoon in het begin gedaan. Kijk, ik zag jou. En dan ga ik hier staan, dat zei ik ook. Van als je klaar bent, dan mag je hier gaan staan. En dan zal ik de nogmaal ticket en de hartkristal neerleggen. Alsjeblieft, voor jou. Ik heb er al 1 gemaakt. Ah. Volgens mij gaat Noah bij de Mac eten. Zelf niet te hard tussen mijn bloemen lopen. Een hard kristal en een nogmaal ticket. Alsjeblieft. Je verrassing. Looks like someone on their way. Jee, Claudia van Happy onderweg. Happy, happy, happy. Nou heb ik een nummer in mijn hoofd. Van It's So Happy. Je ziet er ook al zo lekker leuk en sportief uit.
nog mensen die langs willen komen? Of zijn Claudia, Rotmar en Noah de laatste personen die op een eiland willen komen? Veel plezier met snuffelen, Claudia. Wat is er ook maar? Noah vindt het moeilijk met kiezen. Dat snap ik. Ja, er zijn inderdaad al heel veel spullen. Deze zijn voor jou, Claudia. For you. Ik heb echt nog super veel spullen en ik denk dat ik ze ga verkopen aan Tom Nook of weet ik wat. Nog een kwartiertje kunnen mensen langskomen en spullen meepakken. Want dat is goed, maar was gezellig als je er was. Tot 3 uur ga ik streamen en daarna ga ik alles verkopen wat er nog ligt. En Tim en Toon Nook. Denk je van, ik wil ook nog langskomen, dan moet je dat even zeggen. Dan krijg je de dode code in privébericht. En je krijgt nog een hartkristal erbij met een Nookman ticket. Ja, ik denk het wel.
denk als ik dit allemaal ga verkopen, dat ik denk ik wel genoeg krijg bij Tim en Tom. En graag gedaan. Kijk, ik heb nu ook gewoon hier een pad neergezet, zodat je gewoon overal lekker kan lopen. Dat is veel fijner. En je kan ook gewoon vissen. Ah nee, het regent. Of regent het al de hele tijd? Ik zie het nu pas. In het water. Volgens mij regent het sowieso al de hele tijd, maar ik was gewoon bezig met andere dingen. Er zijn aardig dingen weg. Dus ik denk dat ik straks gewoon de zooi ga verkopen bij Tim en Tom. We gaan maar eens kijken wat we ervoor terugkrijgen. Someone is leaving. Safe travel. Nou, één ding is zeker, ik heb zelf weer heel veel Tom Nook tickets. Wat was dit ook weer? Oh ja, Floorlight. Nou, zullen we gaan kijken hoeveel ik ervoor krijg? Of was Noé nog niet klaar? Noah. Volgens mij wel. Nou, dan ga ik zo de spullen allemaal lekker verkopen. Kijk hoeveel geld. En daarna ga ik stoppen met mijn stream. Hoeveel denken jullie dat ik ervoor krijg? Ik had mijn zakken helemaal leeg gemaakt, dus ik kan elke keer 40 spullen dragen. Echt, ik hoop zo dat er eens een keer een update komt en die laat zien hoe vol je zakken zitten. Dan hoef je dat gewoon niet elke keer te doen. Ja hoor, kan je dat weer niet verkopen? Oh, omdat ze als favoriet staan, denk ik.
confirm sell. En waarom kan ik jullie niet verkopen? Nee, niet jouw t-shirt. Top item. Top item. Top item. Top item. Ik ben echt benieuwd. We zullen het wel zien, want dit zijn de enige spullen die ik ga verkopen vandaag. En ik ga ze ook niet eens aan mijn bewoners geven. Ik ga niet de moeite doen, denk ik. Ofwel. Hij wil niet eens. Of heb ik hem vanochtend al, hoe heet dat, dingen gegeven. Ik weet het niet meer. Waar zijn ze voor me? I want a gift you. Kijk, het ziet er veel beter uit dan de regio's. Oh, thank you for your like. Sushi chef. Pas wel goed bij je, weet dat? Bij je keuken in je huis. Nee, ik hoef niks terug. Nee, ik zal de rest wel gewoon verkopen, denk ik. Voordat ik straks allemaal dingen terugkrijg wat ik eigenlijk niet wil. Let's sell. Check je pb. Ga ik zo doen als ik klaar ben. Ik hoorde hem inderdaad al dat ik een pb had. Sell. Maar ik denk niet dat het zoveel is voor Claudia. Kijk, het ruimt al aardig op. Nog 5 minuten, lieve mensen, en dan ga ik stoppen met mijn stream. Ga sowieso de spullen nog gezellig verkopen met jullie. En als de spullen verkocht zijn, dan ga ik stoppen. En dan zal ik waarschijnlijk langzamerhand weer spullen aan gaan verzamelen die ik toch niet ga gebruiken. Ja,
mijn ogen die vinden het ook wel welletjes dat ik gestreamd heb. Wie is er onderweg? Ik ben alles aan het wegdoen. Yes! Nee! Goed. Goed zo, schat. Even kijken naar wat krijg ik nog meer qua money. Ja, liever. Nou, de laatste dingen die ik weg zou geven. Nou, wauw. Maar toch wel weer iets. Ik wil jullie heel erg bedanken voor... aanwezig zijn in mijn stream voor de leuke stream, de giveaway. En ik hoop dat jullie blij zijn met de spullen die jullie hebben op kunnen halen. En met de Noekmaal ticket en met de crystals van de Hart van de Trouw event. Heel erg bedankt voor alle sterren die jullie mij hebben gegeven. En ik hoop jullie te zien de volgende keer. Sowieso ga ik woensdag Pokémon streamen, want de DLC komt uit. En verder rest, wat ik volgende week ga streamen, nog geen idee. Maar alsnog wens ik jullie een heel fijn weekend. En geniet van de zon, zover het kan. En ja, tot snel. En een hele fijne weekend.